op dit moment liggen wij in het Noordzeekanaal. Vanuit IJmuiden naar Amsterdam varen we de parade, de Sail In Parade. We liggen naast de Göteborg. En dat is een replica, een groot Zweeds schip. Een replica schip, dat is een van de 8 replica's die meevaren. Ja, het is imposant om naar zo'n enorm groot schip te liggen. Oh, we zitten nou wel heel dicht bij de Göteborg. We gaan even opletten waar we varen. Maar ja, je kunt ons herkennen aan Frits Wester, Gijs Staafman en nog allemaal gezellige mensen. En veel logo's van NPO Radio 2. Nou, ik ben dol op het water, op het varen en op het zeilen. Gewoon een spelletje, zeg maar. Maar ik vind het ook altijd leuk om met mensen te varen. Omdat je toch, als je op een schip zit met mensen, vaak heel andere gesprekken krijgt dan dat je dat aan de wal hebt. Of dat nou thuis is of op je werk of in een café. Ik zit met jou sinds vanochtend 6 uur op een boot. We hebben het nog helemaal niet over politiek gehad, Frits. Nee, maar dat was ook niet van plan vandaag. Ik ben een aantal weken vrij. Ik heb een vrij lange vakantie, want ik moet vakantiedagen opmaken van ETL. Ja. Dit schip is een project van Nederland en de Verenigde Staten samen. Ja. En hij ligt de komende 5 jaar in Hoorn. Dan kan iedereen dat schip ook bezoeken. Ja. Maar ja, als je ook ziet hoe dat toen gebouwd is vroeger. Hoe ze daar de oceanen mee overstaken. En je ziet dan schepen van de Volvo Ocean Race eromheen varen. Ja. Het meest moderne wat er is. Maar toen ging het al met zo'n houten ding. Ja, er staan wel kanonnen op trouwens. Die staan op ons gericht. Ja, ik wil niet zeggen, dan hoor je af en toe een poel. Maar ja, toen werden mensen ook, wat werden ze, 29, 30 jaar of zo? Ja, maar daar had je wel wat meegemaakt. Ja. Het was wel een mooi leven. Kortom, Jasper, wij gaan voorlopig dan even weer niet met elkaar praten, Frits en ik. En het is mooi. Het is mooi hier op het water. Het is de Sail 2015. We zitten nu eigenlijk aan de kop van de parade, de Sail In Parade. Wat elk jaar natuurlijk traditioneel aan het begin van de Sail In wordt gehouden. En ja, de stad Amsterdam. De stad Amsterdam is eigenlijk het beginschip. Daar staat Prins Maurits, die staat er ook op. Hij is de beschermheer van Sail Amsterdam. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, als je die oude schepen ziet, ook die replica's. En dan komt dus een groot marinefregat voorbij, de Ruiter. Ja. Zal ongetwijfeld een heel effectief schip zijn, heel imposant. Maar ja, dan heb ik toch het idee dat zo'n schip getekend is op ruitjespapier. Ja. Het is niet echt mooi. Nee. En als je dat vergelijkt met die oude tall ships, die zijn zo imposant en zo ongelooflijk mooi. Maar er varen ook nog echt die oude schepen mee, die vroeger gewoon met vracht gevaren hebben over de hele wereld heen. En die nu, ja, als opleidingsschip, om jongeren met zeilen kennis te leren maken. Maar ook als marineschepen, opleidingsschepen. En dat vind ik wel de mooiste. Jasper, het is geweldig. En we proberen zo direct Prins Maurits nog even te checken op de boot. Oké, okay, nou ik... De stad Amsterdam. We horen je later vanmiddag nog. En ik wens je nog heel veel plezier. En het is afzien, hè. Het is echt afzien voor de duidelijkheid. Ja, het is echt... Ja. Het wordt ook wat warmer. Ja, we leven met je mee, Gijs. NPO Radio 2.